Nou, ik dacht nu net wel, waar ben ik aan begonnen? Yes, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig. Deze week wil ik het met jullie hebben over botox. Want om me heen zie ik het steeds meer. En dat blijkt ook uit onderzoek. Want het aantal jongeren dat aan de botox en fillers zit, is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Persoonlijk ben ik meer van het puur natuur. Ik heb er nooit over nagedacht om iets van een spuitje in mijn gezicht te doen. Maar ik ga dat wel vandaag doen in naam van de wetenschap om te kijken, word ik hier jonger van en ben ik straks een gelukkiger mens? Ik ben deze week 28 geworden, maar ik vraag me af hoe oud mensen mij op straat schatten voordat ik aan de botox ga. Hoe oud denk je dat ik ben? 30, 31? 34, 35 jaar. 30. Ook zoiets, 36? 36. 36. 12. 12? Ja. 28. Wat maakt mij precies 36? Misschien een beetje de outfit, een beetje millennial-achtig. Dus ik zie eruit als een boomer eigenlijk. Nou, dat wil ik er net niet. Ja. Kijk, ik ben wel iets ouder dan 12. Is dat zo? Ja. Kun je dat bewijzen? Is er ook iets aan mijn gezicht dat je denkt van nou, dit maakt jou wel wat ouder? Ja, dat vind ik wel. Je ogen, hier. Ja. Dat vind ik. Beetje een doorleefd kop eigenlijk. Uitgeleefd. Ja. ik ga dus vandaag aan de botox. Ach man, scheid het er hard. Maar kijk, hoe schat je in mijn? Wat voor leeftijd? 42. 75. 75, zo. En wat heb ik gedaan? Niks. Goed eten, gezond eten en goed de vrouwen gebruiken. Dat is een goede tip. Welke rimpel valt nou het meest op? Ja, als je wel frons, zeg maar die. Ja. Zal ik even laten doen. He? Heb je mensen na 20 jaar gezien? Helemaal maag in. Alleen door de spuiten. Nou ja, ik wil eigenlijk er wat jonger uit proberen te zien. Nou, dat lukt dan toch aardig. Nou, ik werd een aantal keer goed ouder geschat. De meest opvallende rimpel is toch wel mijn fronsrimpel. Ik heb genoeg input. Tijd voor botox. Ik heb Mo meegenomen als mental support. Ik had nooit van mijn leven verwacht dat ik dit ooit zou doen. Maar vandaag is dan toch echt de dag. Ik ga aan de botox. En hoe spannend vind je dit? Ja, ik vind het wel spannend, ja. Dat snap ik. Heb jij het wel eens gedaan? Nee. Nee, ik ben zelfs bang voor naalden, dus ik ga dit ook echt, denk ik, nooit doen. Dat is lekker, dus ik neem een mental support mee die bang is voor naalden. Ja, je hebt eigenlijk heel weinig aan mij, maar voor jou ga ik mee. En misschien ga ik hier ook wat angst over winnen vandaag. Zullen we naar binnen gaan? Ja. Nu kan ik echt niet meer terug. Nee, daar gaan we. Hallo. Hoi. Hoi, Moïse. Bram. Robert, hoi. Wat wil je van me weten? Ik dacht, ik ga gewoon een keertje dit proberen, want je ziet het natuurlijk steeds meer mensen doen. Ja. En toen dacht ik, ja, wat ga ik dan doen? Want ik heb niet echt veel rimpels. En totdat ik vandaag de straat op ging. Ja, dacht je? Toen dachten andere mensen de andere over. Ja, precies. Ja, was dat zo? Nee, ja, sommige mensen die verwezen voornamelijk wel naar mijn frons, rimpels. Ja. Wat betreft de frons, dan heb je het over botox. Ja. Botox is een eiwit, botuline toxine type A. Dat kun je dus inspuiten door middel van een prikkel in de spier. Mm-hmm. En wat dat eigenlijk doet, dat zorgt ervoor dat het signaal van de hersenen naar de spier, tijdelijk wordt dat uitgeschakeld. Dus je zal merken in verloop van tijd dat je steeds minder goed boos kan kijken. Gelijk na de behandeling merk je dus nog niet zoveel. Nee. Maar dat heeft wel tijd nodig. Vaak na een paar dagen gaan mensen het een beetje voelen. En na 2 weken kun je het uiteindelijk effect beoordelen. Die lijn die wordt zachter. Mm-hmm. In principe gaat die niet weg. Maar dat vind ik zelf, dat hoeft ook niet. Hè? Nee. Je bent een mens. Yeah. En dat zou gek zijn als we helemaal geen lijn hebben. Dus dat mag ook best wel. Daarom nemen we ook altijd na 2 weken even contact op met onze klanten. Om te vragen, ja, is alles naar wens? Mocht je dan nog niet helemaal tevreden zijn, mocht je voor je gevoel bijvoorbeeld nog te veel kunnen fronsen, dan kan ik er altijd nog wat bij doen. Uiteindelijk gaat het erom dat je blij bent. En als dat in 2 keer veiliger kan, doe ik het liever in 2 keer. En wordt je spier beschadigd daardoor? Nee, de spier wordt niet beschadigd. Het is puur het signaal wat tijdelijk uitgeschakeld wordt. Voor pauze wordt gezet. Wat ik vooral belangrijk vind om te weten is, gaat het ook echt helemaal uit mijn lijf? Ja, het resultaat houdt ongeveer 3-4 maanden aan. En die tijdspannen van ongeveer 3-4 maanden gaat het weer die signaaltjes herstellen. En hoeveel naalden krijg je straks in mijn gezicht? 1 naald, maar 5 keer. 5 keer? 5? Okay. Ja, maar het is echt, trust me, het is echt peanuts. Het is een super dun naaldje. Ik zou altijd je grote teen stoten, dat is vervelend. Nou, ik vind dat een hele geruststellende gedachte, dus zullen we beginnen? Zeker, je mag plaatsnemen. Bram, ben je er klaar voor? Kun je klaar voor zijn? Wat voel je nu? Nou, een gezonde spanning. Voel je maar nu? Ik heb al het vertrouwen in Robert. Oh, het is wel echt
Een heel dun naaldje. Ja, heel veel dunner ga je ze niet vinden. Nee. Bram, echt wat jij gaat doen is lekker stil te liggen, rustig door te ademen. En meer niet. Ja? Dat klinkt als mijn ideale zondag. Alright, ben je klaar voor? Yes. Oké, kijk eens boos voor me. En span maar weer. 1, 2, 3. Goed. Ik dacht nu net wel, waar ben ik aan begonnen, maar het gaat goed. Gelukkig. Ik vind dit zo knap van je. Ligt ook als ik naar je handen kijk, er gebeurt niks met je zodra hij prikt. Terwijl ik weet dat je dit echt niet leuk vindt. Het is niet mijn hobby, nee. Zit erop? Nou, viel mee. Goed, ja, maar ik hoor je wel zuchten. Je bent wel opgelucht, hè? Ja, ik ben blij dat het erop zit. Ja, goed, snap gedaan. Ik. Zo, nou. Ben je nog knapper, Bram? Hey. Welkom bij Brams rimpelvlog. Ik kom nu net thuis en mijn rimpel, die zit er nog. En ja, ik kan ook nog boos kijken. Maar goed, dokter Robert die zei ook dat het resultaat pas met een paar dagen te zien is. Dus ik dacht, ik neem jullie mee in mijn rimpelverdwijnproces. Nog steeds geen verschil. En nog steeds geen verschil. En nog steeds niet echt verschil. Toch? Nee. Ik krijg de laatste tijd wel van mensen om me heen die weten dat ik botox heb gedaan, te horen van je hebt er wel echt een frissere blik van gekregen. Maar ja, ik heb nog steeds een oude kop. Ik heb het idee dat het wel iets minder wordt. Zie je? Hij zit er nog wel, maar hij valt niet meer zo op. Inmiddels zijn we 2 weken verder en de fronsrimpel die is zo goed als weg. Dus zijn we in het prachtige Almere om te vragen hoe oud denk je dat ik ben? Hoe oud denk je dat ik ben? 30. 27. 27? Ja. 30. Ik denk 36. 36. Tussen 32 en 35 of zo. 27? 27. Ja. Ik ben heel goed hierin. 28. Ik ben net 28 geworden. En wat maakt mij 30? Beetje baardje. Voor de rest niet echt iets bijzonders. Geen kraaienpoten of zo, dus dat scheelt. Nee, die heb ik niet. Dat bedoel ik. En ook geen fronsrimpel. Ook niet, nee, nee. Klopt. Ja. Maar toch zie ik uit als 30. Ja. En wat maakt mij dan 27? Nou, een jonge god, man. Zo, je kleding, je sikje zo, je haar. Een jonge god? Ja. Toch? Ja. Of niet? Of niet? Je ziet er goed uit? Ja, of niet? Ja, toch? Ja. Zeker weten. Toch? Ja. Ja. Oké. Oké. Goed? Dat was hem. Was dat hem? Ik weet het niet. En wat maakt mij 36? Ja, je uiterlijk. Een beetje doorleefde kop ook. Ja, dat je toch uitstraalt, dat je toch iets ouder bent. Ja. Waarom denk je dat ik zo oud ben? De haar niet zo sterk of zo. Of, Beetje doorleefde kop. Ja, een beetje. Wel een klein beetje teleurgesteld, want ik heb dus 2 weken geleden botox gedaan om te kijken, maakt dat mij jonger? En dat is niet gelukt. Nee, okay. Spijt me. Ja. Okay. Staan we dan in met z'n tweeën? Ja. Ik heb hier dus botox in laten spuiten. Nee, dat kan niet. Ja, want echt? Jij hebt al rimpels, dus maar er zit echt botox in? Nee, maar ik vind dat je hebt geen botox. En wat denk jij hoe oud ik ben? 32. Nou, dankjewel. Hoe oud ben je? Ja, 46. Moet niemand weten. Tegen niemand zeggen hoe oud ik ben. Nee, maar wel oud. Okay. Ziet er prachtig uit. Dankjewel. Maar je bent wel oud. Wat is oud? Jij. En nu? Vertel het maar. Ja. Ik zou uithuilen ergens op het terras en dan morgen weer opnieuw beginnen. Nog meer botox? Zou ik niet aanraden. Okay. En dan de eindconclusie van dit toch wel diepgaande onderzoek. Word je jonger van botox? Het antwoord op die vraag is nee. En word je gelukkig van botox? Ik in elk geval niet. Ik denk dat als jij met dingen zit over je uiterlijk, dat je dan beter kan gaan werken aan je zelfbeeld in plaats van dat je er allemaal naalden in laat rammen. Maar goed, als je dat wel wil doen, moet je dat lekker doen. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week. Later.